ik ben niet zo romantisch ingesteld. Happy Singles Day, dat is het voor mij. Helemaal welkom bij een nieuwe aflevering van Fashion Chick Girls. Vandaag ben ik bij de première van de grote slijmfilm en ga ik de BN'ers op de lopers vragen naar de perfecte date en de perfecte date outfit. Ik zeg, let's go! Wat is volgens jullie de perfecte Valentijnsdate? Gewoon gezellig met iemand uit eten en daarna gewoon, ja, weet ik, gewoon een leuke wandeling maken of zo, zoiets. Leuke date. Lekker wandelen. Lekker wandelen. Ja, waarom ook niet? Ja, dat is wel gezond, hè? Ja, uit eten is eigenlijk al best wel heel erg gezellig, ja. Natuurlijk. Museum is leuk, een concert, maar het mag voor mij ook gewoon lekker op de bank chillen. Het is voor mij gewoon eigenlijk een normale dag wel. Nou, ik ben niet zo romantisch ingesteld. Ik vind het gewoon lekker om op de bank te chillen met mijn vriendin, verloofde inmiddels, en lekker sushi te eten. Dat vind ik echt fantastisch. Ik denk uit eten of zoiets. Ik heb nog nooit een Valentijnsdate gehad, maar ik weet het niet. Sowieso samen, ja, weet ik veel, uit eten. Eten is altijd, ja, goed. Altijd iets met eten. Happy Singles Day, dat is het voor mij. Ik vind museum heel leuk, musea. Of inderdaad gewoon misschien de film vind ik ook gewoon altijd leuk. En koken vind ik ook leuk. Ja, wat ik heel lekker vind is eigenlijk gewoon lekker Netflix op de bank, dat. Maar als je heel romantisch moet, dan ga je natuurlijk uit eten en kaarslicht en dat. Ja. Nou, ik ben heel slecht met Valentijnsdag, omdat ik altijd heel zenuwachtig word van de druk die erop ligt. Maar ik ben over het algemeen wel romanticus. Ik zou zeggen de perfecte Valentijnsdag. Eigenlijk toch, hou het dicht bij jezelf. Ga niet mee met de hype. Zoek iets wat echt authentiek is, wat je zelf leuk vindt. Wat is volgens jullie de perfecte date outfit? Ik denk dat het niet echt een speciale outfit is. Als degene zich er maar goed in voelt en gewoon het leuk zelf leuk vindt, dan vind ik het meestal ook wel leuk. Ja, dat zie je ook wel, ja. Toch? Als iemand dan zelfverzekerd zich ook zo voelt door de kleding bijvoorbeeld, nou ja, dan komt het ook meteen zo over. Ja. Dus daar ben ik het ook mee eens. Ik zelf hou heel erg van tuinpakken, dus ik doe altijd gewoon een tuinpak aan. Want ja, waarom zou ik nou heel erg mijn best moeten gaan doen voor Valentijnsdag? Ja. Ik heb een jas gekregen en die jas is een deken, heb ik van YouTube gekregen. Dat is echt een geweldige date outfit. Gewoon lekker, lekker warm. Wel gewoon lekker comfortabel, toch? Je hoeft niet per se... Ik heb niet het idee dat je gelijk iemand hoeft te impressen of zo, maar je moet gewoon lekker jezelf zijn, denk ik. Iets groots, dat past wel bij Valentijnsdag, denk ik. De perfecte date outfit is juist geen pak, heb ik mij laten vertellen, maar is juist een beetje nonchalant. Dus niet te veel je best doen, juist een beetje nonchalant. Nou, Valentijns is meestal wel iets met rood en roze. Ik zou denk ik een jurkje aandoen. Of een rokje. Ja, iets schattigs ook, ja. Vond je dit nou een leuke video? Geef me vooral een duimpje omhoog. En wie wil jij graag op dit kanaal zien? Laat het hieronder achter in de comments. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!